heel gebukkig op. Dat heb ik echt niet verstaan. Heel gebukkig op. Ik roep de Boerma. Eet je bietjes op? Uh-huh. Of ik roep... De Boerma. De Boerma. De Boerma. Hey. Hoi. Hey. Amai, dat waren lekkere hapjes. Maar ja. Poeh, wel veel gegeten. Weet je wat, ik zal anders de rest naar ons klaar brengen. Ah ja, maar nee, maar ik zal kikken het wel doen. Maar nee? Nee, maar ik moet toch naar het wc. Ik ga daar passeren, hè. Maar jij hebt het gemaakt. Ja, ik moet toch naar het wc en ik passeer er dan, hè. Maar jij doet nu zo raar. Ja, Gerard. Er is iets dat je moet weten over ons, Clarisse. Maar je moet beloven dat je niet direct gaat overreageren, hè. Oké. Clarisse is op haar kamer met dat meisje Fien, hè? Mm-hmm. Die zitten toch niet aan een drugs of zo? Man, nee, Gerard. Allee, zo is ons Clarisse toch niet, dat weet jij toch? Nee, het heeft te maken met dat meisje, met die Fien. En Fien, dat is het vriendinnetje van Clarisse. Ja, dat heb je al gezegd, ja. Ja, maar nee, ik bedoel... Fien is dé vriendin van Clarisse. Wil jij nu zeggen dat ons Clarisse lesbisch is? Ja, ik weet het. Ik dacht eerst ook dat het een fase was. En misschien is het dan nog, hè. Maar ze lijken het toch wel serieus te menen, ze. Maar nee, dat is volledig belachelijk. En de Jens dan? Die kwam hier elke week. Allee, die komt hier nog elke week. Ik heb ze zelfs nog zien kussen. En je had ze nog bijna betrapt toen je binnenkwam. Ja. En hoe lang is het geleden dat je Jens hier nog gezien hebt? Ja. Dus ons Clarisse is nu alleen met die Fien op de kamer? Ja, maar je moet je niet ongerust maken. Ik ben daar juist even gaan luisteren en ze zijn gewoon een spelletje aan het spelen. Een spelletje? Hè? Een spelletje? Ja. Met mijn voeten aan het spelen, ja? Nee, ons Clarisse is helemaal niet lesbisch en die Fien die moet dat niet naar haar kop steken. Maar... Het zal niet waar zijn. Schat, kalmeer je eerst 2 seconden voordat je naar boven gaat. Hè. Kalmeren? Ja. Met een lesbische griet hier in huis. En dat jij dat nog eens wist, hè? Gerard. Dat jij dat nog eens wist en je laat die binnen in huis. Gerard. Kromme buigen en verstopte putjes. Kromme buizen en verstopte putjes. Ah. Yes! Ik ben gewonnen en dat ondanks uw valspelen. Dat vind ik pas echt kunnen. En wat krijgt de winnaar nu? Een dikke pluim. Nee, dat vind ik te saai. Maar ik heb anders wel een beter ideetje. Mm. Hé! Jij blijft nu potten van mijn dochter Olijf. Gerard, alstublieft. Kom. Clarisse, naar beneden. Jij buiten. Papa, kalmeer alsjeblieft. We doen niks mis. Niks mis? Ah, dus jullie hebben geen relatie of zo, hè? Jawel. Dan wil ik niet dat jullie samen op één kamer blijven. Jij weg. Ik wil met mijn dochter praten. Nee, als zij weg moet, dan ga ik mee. Ah, wel ja. Weet je wat? Ga dan mee. Gerard, alsjeblieft. Dat meende niet. Je bent even niet meer helder aan het nadenken. We kunnen hier toch gewoon over praten? Ons Clarisse die mag blijven, maar zij, met haar slechte invloed, moet weg. Het is al goed, meneer. Ik ben al weg. Ik wil geen seconde langer in het huis van zo'n homofoob blijven. Fien, wacht even. We praten straks verder. Nee, ik ben weg, echt. Wacht, Fien. Ik ben mee. Als jij nu vertrekt, dan moet je niet meer terugkomen. Ik meen het, hè. Clarisse, alsjeblieft niet doen. Waar gaat het naartoe gaan? Het is al donker buiten. Gerard, zet nu eens voor één keer is uw principes opzij. Het gaat hier wel over uw dochter, hè. Mijn dochter? Nee. Mijn dochter die liegt niet. Die zit niet achter mijn rug van alles te bekokstoven. En die gaat vooral niet om met meisjes. Sorry, dan heb ik helemaal liever geen dochter. Wat je nu zegt, daar ga je spijt van krijgen. En ik weet dat jij deze ook niet wilt. Dan ken je mij precies nog niet goed genoeg. Merci, mama. Dit is waarom ik het niet tegen papa wil zeggen. Dat heb jij op je geweten. Dat ga ik u altijd kwalijk nemen. Wie smijt er zijn dochter nu op straat? Clarisse? Zeg, ze kan toch bij u blijven slapen, hè? Ja, dat is geen probleem. Mijn ouders gaan dat ook niet erg vinden. En stuur een berichtje als je daar aankomt, hè. En geen zotte dingen doen, hè. Ik ga wel spreken met uw papa.
Hij is gewoon wat overstuur. Don't put the blame on me. I'm only human, do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Amai, wat was dat allemaal? Ben jij benieuwd naar de hele aflevering? Klik dan snel op de link in de beschrijving en kijk verder op VTM Go.